Goedemorgen, Brabant. De paaspopbezoekers werden dit jaar in de kou wakker. En hoe mijn gezicht, terwijl ik wel zo helemaal erin lag, werd het nog koud. Veel bezoekers waren goed voorbereid en hadden extra spullen meegenomen om warm te blijven. Twee slaapzakken, zie ik dat goed? Ja, dat wel. Dat is wel echt een vereiste. Eén slaapzak, dat zou niet genoeg zijn. Maar zo is het prima te doen, hoor. We hebben allemaal, denk ik, 3 dubbele slaapzakken, vlies, ondergoed, wat ik veel allemaal, de thermo, de hele ski-uitrusting is mee. Ja, ik had 2 matjes meegenomen en 2 slaapzakken en 2 dekens. Degene die niet genoeg warme dekens bij zich hadden, konden terecht bij een campingwinkel op het terrein. Ja, enorm veel verkocht, heel veel mensen hadden het koud. We hebben enorm veel slaapzakken verkocht, enorm veel vriesdekens. We hebben zelfs de winkel extra bussen moeten laten komen. Dat is echt te merken dat het vroeg. En de mensen die geen extra dekentje meer kunnen bemachtigen, hebben nog 1 andere mogelijkheid. Vannacht ga ik dicht tegen een vriend aankruipen, maar hij staat hier niet. Maar ik denk dat ik me gewoon een dikke knuffel ga geven, denk ik. En hoop ik dat ik het warm hou.